YouTube Films. Er was een tijd dat het ondenkbaar was om een YouTuber in een film te zien. Volgens mij was het ook Shane Dawson die begon. One reason to troll. For lols. For lols! Hey, yikes. Maar het was wel cool om te zien. Jouw favoriete YouTuber in een film. Zelfs Nederlandse YouTubers kregen films, zoals Dylan Hagens en Bibi heeft zelfs 3 slimefilms. 3! Het was heel raar om in 2021 naar een film te gaan en deze poster te zien. En dan de grap te maken met Ronald van, wat wordt de volgende slimefilm? De allergrootste slimefilm. En dan vervolgens in 2022 naar een film te gaan en deze poster te zien. Like, wat de fuck is er gebeurd tussen deze 2 films? Hoe kan dit? De slimefilms zijn jaarlijkse releases en deze meid uploadt ook nog eens video's op haar YouTube kanaal. En ze is 14. Heeft deze meid wel tijd om kind te zijn? Over 14-jarige meiden gesproken. We kijken vandaag naar Project Geo. Die pedo was afgelopen. Nou. Dan hebben we dat in ieder geval gehad. En dan hoeft dat niet meer terug te komen in de film. Ik weet nu al wat voor comments ik ga krijgen. Bilbo, ga je nou echt de Geo-film afzeiken? Oh. Ja, dat ga ik doen. Jij bent gewoon jaloers. Je zal nooit wat bereiken. Je zou willen dat je een film had. Alleen maar zeuren omdat anderen het beter hebben dan jij. Je zal maar eens wat bereiken in je leven. En dat klopt. Ik heb geen film. Sterker nog. Als ik in een film zou zitten die super slecht ontvangen is, ben ik nog steeds super trots. Want ik heb mijn film. Voor deze video heb ik deze film meerdere malen gekeken. Ik heb hem 5 keer gezien, zodat jij hem niet hoeft te kijken. Dus Project Geo gaat natuurlijk over YouTuber Geo. En als ik iets heb gehaald uit deze film, is het dat... Geo is een coole guy. Hij heeft het voor elkaar. Hij is God. Geo is God. Geo wordt wakker gebeld door zijn ouders omdat hij te laat is. Zijn ouders staan op het punt om op vakantie te gaan en hij moest er zijn. Waar blijf je nou? De taxi staat er al, hij is dus helemaal te laat. Oh boy. Zijn wekker heeft trouwens geen snoesknop op de bovenkant, dus hij slaat gewoon for no reason op de wekker. Maar hij moet natuurlijk eerst nog een nieuwe auto halen. Phil moet natuurlijk laten zien dat Geo rijk is en veel geld heeft. Hij is een YouTuber, dus hij moet een nieuwe auto. Terwijl Geo zijn auto koopt, laat hij zijn tas op de grond vallen en begint met vloggen. En die tas vergeet hij dus. En in die tas zit zijn creditcard. In deze tas zit alleen zijn creditcard. Geen overige spullen, geen portemonnee, zijn creditcard. Geo weet dat portemonnees een ding zijn. Of is hij te cool voor een portemonnee? Hij neemt gewoon een complete tas mee voor alleen zijn creditcard. Ik vind het ook leuk om te zien hoe gelukkig deze man is met Geo's creditcard. Moet je... zien hoe blij die is. Hij wordt er zo blij van. Het idee van deze film is dat Geo dus om een of andere reden geen geld meer heeft. En ik heb het idee dat zijn creditcard vergeten een van de redenen was in concept. Ik heb het idee dat de schrijvers ook wel realiseerden dat het een domme manier was om te zorgen dat Geo niet bij zijn geld kon komen. Dat wanneer de autodealer door had dat Geo zijn creditcard vergeten was, ze hem gewoon konden bellen van... Hé man, je bent je creditcard vergeten. Die in je tas zat. Want het feit dat Geo zijn creditcard kwijt is, wordt nooit behandeld in de film. En Geo heeft het zelfs nooit door. Het wordt ons getoond, wordt niks meer mee gedaan. Geo rijdt zijn auto naar zijn ouders huis en hij is... Geo! Zo, meneer Geo is een keer op tijd. Jullie zijn wel een beetje lief, hè? Op tijd? Geo is op tijd? Hoe? Maar zijn ouders belden hem specifiek omdat hij te laat was. Ja, de taxi staat al voor de deur. Wat? Vader is hartstikke boos. We zijn te laat. Hoe kan hij dan op tijd zijn? Geo moest zich nog klaarmaken, naar de autodealer gaan en dan naar Almere rijden. Deze film speelt zich af in Almere. En hij woont in Rotterdam. Hoe is Geo op tijd? Is Geo een tijdreiziger? Is Geo een tijdreiziger in deze film? Is dat een twist? Geo is een tijdreiziger? Geen feestjes. Pap, ik zweer het op jullie graf. Ik geef geen feestjes, oké? Op ons graf? Maar kom op, we gaan. En dit is de opzet van de film. Geo's ouders gaan op vakantie. En hij moet samen met Melanie op het huis passen. Waarom Geo ook op het huis moet passen, is een mysterie. Want Melanie kan ook gewoon op het huis passen. En Melanie wordt in deze film neergezet als verstandiger dan Geo. Geo, geen feestjes? Slimmer dan Geo. Weet je serieus niet wat naïef betekent?
en verantwoordelijker dan Gio. Als ik terug ben, is iedereen hier weg. Is dat duidelijk? Waarom laat je haar niet op het huis passen? Waarom moet Gio per se ook op het huis passen? En die reden wordt er nooit uitgelegd. Het enige wat Gio hoeft te doen is geen feestje geven. Maar dan komt zijn beste vriend Sammy langs en Gio is spontaan vergeten wat een PS4 is. Heb je mee? PlayStation, ei, we gaan toch gamen? Sterker nog, Gio weet niet eens hoe je zo'n PS4 moet aansluiten. Gast, sorry. Hoe werkt dit? Het zijn twee kabels. Eentje voor stroom van de PlayStation naar het stopcontact. En de andere voor het beeld van de PlayStation naar de tv. Het is niet zo moeilijk. Deze twee verschillende kabels passen maar op één plek in de PlayStation. Het zijn gewoon twee kabeltjes, vier controllers. Oké, tot zo. Dank je. Yo. Melanie helpt Gio zich eraan herinneren dat hij geen feestjes mag geven. En er wordt direct een feest gegeven. Gewoon direct. Er is direct een feest. Want Gio is gewoon zo'n coole guy. Dit soort shit overkomt hem. Nou, het is Sammy's schuld. Maar je zult wel zien dat Sammy's werelds slechtste beste vriend is. Want hij verneukt alles voor Gio en maakt Gio's leven een complete nachtmerrie. En hij doet nul om te helpen. Daarnaast vind ik het trouwens ook heel erg raar dat Sammy zo enthousiast is over dat Gio alleen thuis is. Zoals jullie kunnen zien, het hele huis is leeg. Neem wat lekkers mee als je langskomt. Gio woont op zichzelf in Rotterdam. Dit maakt de situatie niet anders. We kunnen altijd feestjes geven. Bij Gio thuis, in zijn appartement. Wat hij ook doet. Nu ontmoeten we andere belangrijke personages van de film. Deze man. Deze man die doet alsof hij een heg aan het knippen is. Dat klopt. Deze film. En dit is de vader van Tamara. En Tamara is niet 14. En dan hebben we Tamara's moeder, die geobsedeerd is met YouTubers. YouTubers? Maar Tamara's vader, hij houdt niet van YouTubers. Hij haat ze zelfs. Het maakt hem zo boos dat hij verder gaat met doen alsof hij aan het knippen is met zijn tuinschaar. Het vreemdste is dat Gio tegenover Melanie doet alsof hij niks kan doen in het feest en dit niet de bedoeling is. Wat ergens ook waar is, maar vervolgens gaat hij feesten. Het is Gio. Gio kan geen nee zeggen tegen een feestje. Gio wordt wakker in de puinhoop van zijn huis en is meteen in paniek. Hij krijgt flashbacks van hoe amazing het feest was en herinnert zich het feit dat Link misschien of misschien niet zijn kat heeft opgegeten. Jongens, wil iemand een lekker stukje vlees? Oh ja, en ze herinneren zich ook dat Torben in de film zit. Holy shit, deze video gaat knijterhard worden. Ik merk gewoon dat dit niet geschreven is door iemand die YouTube-video's maakt. Dit is niet iets dat YouTubers in video's zeggen, toch? Of zeggen ze dat wel? Moet ik het zeggen? Holy shit, deze video wordt geweldig! Trending 1! Dat ga ik nu in iedere video zeggen. Trending 1. Deze video wordt trending 1. Oh ja, en Torben is dood. Maar hoe krijgt Gio nou zijn huis in orde? Wat is nou de reden dat hij niet zijn geld kan gebruiken om het huis te fixen? YouTube heeft al mijn video's op demonetize gezet. Ik heb nu een nieuwe auto gekocht, al mijn geld is op en er komt ook geen geld meer binnen. Hij is demonetized, hij heeft een nieuwe auto gekocht dat al zijn geld op heeft gemaakt. Het geld op zijn lopende rekening, het geld op zijn spaarrekening en het geld op zijn bedrijfsrekening. Dat is allemaal weg door die auto. Not a great plan. En omdat hij demonetized is, krijgt hij ook geen geld meer. Gio verkoopt toch ook merch? Hij moet nog steeds inkomen krijgen van zijn merch. Het feit dat hij zijn creditcard kwijt is, wordt niet gementioned. Terwijl Gio's ouders zogenaamd in het buitenland zitten. Ik zeg zogenaamd omdat het overduidelijk is dat ze gewoon nog in Nederland zijn. En dat dit in Nederland is opgenomen. Is het dus aan Gio om het huis te fixen voordat zijn ouders thuis zijn over 2 weken? Hoeveel euro gaat het kosten? 100.000 euro. Dus Gio heeft 0 euro op dit moment en hij moet 100.000 euro verdienen in 2 weken. Als ik wist hoe dat moest, had ik het gedaan. Dus hoe gaat hij die 100.000 euro bij elkaar schrapen, denk je? Bijbaantjes. Deze guy in de film, ik weet gewoon oprecht niet hoe hij heet. Deze guy is in ieder geval een of andere god. Gio hoeft alleen maar naar hem toe te gaan en zeggen, ik wil een baantje. En hij krijgt een baantje. Hij hoeft niet te solliciteren. Hij hoeft niet langs te gaan voor een intakegesprek. Hij werkt er gewoon. Heb je werk nodig? Spoor deze guy op. Hij kan je een baan geven. Dit concept is natuurlijk hilarisch, want Gio is een YouTuber. En YouTubers kunnen helemaal niet werken. YouTubers kunnen niks, dat is de joke. Ik vraag me af waar Gio gaat werken dat hij in 2 weken
100.000 euro verdient. Ik ga gewoon pizza's bezorgen. Met pizza's bezorgen. Oké. Okay. Gio gaat 100.000 euro verdienen met pizza's bezorgen. Tijd voor een carrière switch. En ik altijd maar pizza bezorgers een fooi geven. Gio is natuurlijk zo'n cool guy. Hij hoefde nooit in zijn leven vroeg uit bed. Dus het feit dat hij nu vroeg uit bed moet, is vreemd. Gio heeft natuurlijk sowieso problemen met op werk komen. Niet alleen omdat hij niet gewend is om naar werk te gaan, maar omdat hij natuurlijk constant last heeft van moeders die op hem geilen. Wat doe jij hier in Almere? Jij woont toch in Rotterdam? In een prachtig appartement aan de Erasmusbrug? Oh, ik zou zo graag een keer wakker willen worden. Met dat uitzicht? Wist jij trouwens dat Latoy letterlijk het speeltje betekent? We weten allemaal dat moeders helemaal wild worden van Gio. En dan blijkt ook nog eens dat Gio niet kan fietsen. Hé, Lummel, jij kan niet fietsen, hè? Nee, ik bedoel niet dat hij niet goed is in fietsen. Hij kan niet fietsen. Ja, ik zie het, ja. Je kan het dus echt niet. Gio is zo cool dat hij gewoon nooit heeft hoeven leren fietsen. Hij had altijd een privéchauffeur die hem naar school bracht en overal heen waar hij wilde. Fietsen is voor skeren mensen. Trouwens, ik vraag me ook af wat deze man doet. Hij staat in zijn tuin en hij zegt gewoon tegen Gio, niet wetende dat hij daadwerkelijk niet kan fietsen. Hé, Lummel, jij kan niet fietsen, hè? Is dat een ding wat hij doet? Gewoon chillen in die tuin? Jij kan niet fietsen, hè? Zegt hij dat tegen alle fietsers die langskomen? Vervolgens krijgt Gio een lift van deze man. En dan staat Tamara ook in diezelfde tuin. Wie is deze oude man? Waarom staan Tamara en deze oude man in dezelfde tuin op dit tijdstip? Waarom is Tamara daar? Het is gewoon zo. Natuurlijk gaat het pizza bezorgen helemaal slecht. Gio is natuurlijk ook zo cool dat hij niet weet hoe een dweil aan moet. Hoe gaat die aan? Dweilen is voor skere mensen. Hij weet niet eens wat een pizzaschepper is. Wat doe jij nou, joh? Pizza bakken is voor de pizzabakkers, ja? Want pizza's maken is voor skere mensen. Hij weet niet eens hoe die moet brommen rijden. Oké, het is gewoon een auto, maar dan met twee wielen. Want brommen rijden, dan ben je skeer. Hij rijdt in dure auto's. Kom op even. Zelfs het pizza bezorgen is één grote ramp. Ik moet nu even tijd aankaarten, oké? Gio werd wakker om 9 uur en ging toen naar zijn werk. 9 uur? De pizzabakker zei... Pizza's bezorgen, dat gebeurt hier pas om 4 uur. En daarna zegt de pizzabakker... Maar je hebt geluk gehad. Er is een vroege bestelling binnengekomen. Maar als ze pas vanaf 4 uur bestellingen doen, hoe kan iemand dan eerder een bestelling doen? Wij hebben ook een pizzeria waar je vanaf een bepaalde tijd pas kan bestellen. En het is gewoon onmogelijk om het van tevoren te doen. Maar... ik geef de film de voordeel van de twijfel en ga ervan uit dat het bijna 4 uur is. En dat het daarom oké is dat ze een vroege bestelling hebben. Al Gio's bezorgingen zijn natuurlijk één groot drama. Niet alleen is hij van de brommer gevallen en is de film heel eventjes vergeten dat Gio geen geld heeft om Domino's pizza te bestellen. Dat er binnen een seconde is. Het is geen sponsordeal, ik beloof het. Maar natuurlijk is het ook nog eens zo dat iedereen die de deur open doet valt spontaan flauw van het zicht van Gio. Hij is zo beroemd. Hij is zo awesome. Maar dan komt hij natuurlijk bij Tamara. En Tamara is geen 14. En haar ding is dat ze dus geen YouTube kijkt. Ik kijk nooit meer YouTube. Ze weet niks van YouTubers. En je zou zeggen dat dit een goed metafoor zou zijn voor dat je Gio hebt. Iemand die zo rijk en out of touch is met normale skere mensen. En dat je dan Tamara hebt, een vrouw van het volk die Gio leert hoe het is om een normaal persoon te zijn. Nee, dat doet de film niet. Maar wacht eens even. Wie is dat? Wie staat er op de bakfiets? En waarom is hij daar? Waarom is deze man met de bakfiets daar op dit moment? Deze man is de beste acteur die ik ooit heb gezien in mijn hele leven. Waarom heeft deze guy geen eigen film? Ik zou kijken. Vervolgens is Gio natuurlijk ontslagen en gaat hij naar huis en... Is dat 2 uur geweest? Wacht, het is 2 uur in de middag. Dus je wilt mij vertellen dat Tamara rond 1 uur pizza ging eten met haar ouders? Is dat normaal? Is pizza als lunch een ding? Eten mensen pizza lunch? Eet ik pizza mijn hele leven rond het verkeerde tijdstip? Ik ben raar blijkbaar. Gio is dus zo verdrietig dat het allemaal niet zo goed gaat dat hij even bij het water moet zitten. Maar hij heeft geen idee dat Tamara hem zit op te wachten. Oh my god, Giovanni Latoy, mag ik je handtekening? Met opwachten bedoel ik dat je heel goed kan zien dat ze hier om het hoekje zat te wachten tot ze mocht zwemmen. Je ziet aan het water wanneer ze begint met zwemmen en wat haar beginpunt van zwemmen was. In ieder geval, ze vermoordt Gio. Wat?
Geen grap, we gaan niet praten en we hoeven het niet eens te zijn. Oh. Oh nee, wacht. Gio kan wel zwemmen. Zwemmen is niet voor skeere mensen, iedereen. Daarnaast vind ik het trouwens ook weird om Gio met iemand te zien waar hij niet zijn pedopas voor hoeft aan te vragen. Het is dat je 14 bent. Anders even die pedopas aanvragen. Oh, kom op. Kom op. Oh, is het nu niet meer cool? Gio neemt dus weer een nieuw baantje aan van deze guy. Echt, ik vraag me af wat hij doet. En Gio is gemotiveerder dan ooit. Hij gaat op de fiets naar zijn... Wacht. Die oude man had de fiets. Die oude man had hij genaaid, trouwens. En die man is boos weggefietst. Maar heeft zijn fiets wel netjes weer teruggezet? Waarom is deze film zo? Weet je, misschien leeft Gio gewoon in een wholesome universe, weet je? Waar je een oude man kan naaien en hij geeft je de fiets gewoon terug. Dat is wel mooi. Zijn volgende baantje is trouwens ook geen succes en hij wordt er ook weer ontslagen. En waarom, vraag je af? Het is gewoon flyers uitdelen. Is dat het? Flyers uitdelen? Nee. Omdat hij crasht met zijn Segway. Het is heel raar hoe de hele groep loopt, behalve de baas en Gio. Waarom wordt Gio op een Segway gezet? Hij geeft aan dat hij niet eens weet wat een Segway is en hoe je het bestuurt. Hoe werkt dit ding? Waarom gaat niet iemand anders van de groep op een Segway? Dan is het niet zijn schuld, toch? Vervolgens moet hij weer een baantje aanvragen. Bij de god die maar blijft geven. En hij vraagt... Kan je zwemmen? En ik snap dat hij dat in twijfel trekt. Anyway, zijn volgende baantje is in ieder geval iets waar hij niet voor hoeft te zwemmen. Sterker nog, hij wordt hierover duidelijk natuurlijk weer ontslagen. Want Gio kan niks. En deze vrouw verliest haar badpak. Ik heb geen idee hoe. Dit is een apparaat waar je kan vasthouden aan iets en dan trekt het je over het water. Ik heb geen idee wat er gebeurde dat ze haar badpak verloor. Het is onmogelijk, letterlijk. Maar het overkomt Gio wel. Hij kan niks, maar hij is wel awesome. Wanneer hij uit bed stapt voor dit baantje, lijkt het alsof hij dedicated is. Alsof hij zegt van, nu ga ik ervoor. En vervolgens verandert er niks. Maar nu is Gio het zat. Hij moet een baantje. Hij moet nu in minder dan 2 weken 100.000 euro verdienen. Dus hij gaat nog een keer naar de god die maar banen blijft geven om... En dus besluit Gio zijn eigen zus te verkopen als lustobject. Weet je, als jij iets voor mij regelt, dan fix ik een date tussen jou en mijn zus. Krantenjongen is zijn nieuwe baan en het moet toch gewoon lukken voor hem... om op deze manier 100.000 euro te verdienen in 2 weken als krantenjongen. Gio wordt natuurlijk constant benaderd door fans op straat, dus dit is de perfecte baan voor hem. Iedereen wil natuurlijk met Gio praten, dus die kranten moeten gaan als warme broodjes. Hiro is op zich wel een leuke grap, waar Gio een handtekening zet op de krant en het is een foto van hem die kranten verkoopt dat in de krant staat. Het was heel grappig geweest, als Airplane 2 het niet al grappiger had gedaan. De reden waarom Gio hier ontslagen wordt, is omdat hij handtekeningen zet op de kranten die hij al heeft weggegeven. Wat de mensen doen met de kranten als ze al weggegeven zijn, mogen ze zelf weten, toch? Moet je nagaan als een krantenjongen wordt ontslagen omdat iemand waar hij een krant aan heeft gegeven, zijn krant gebruikt als onderzetter. Maar nu is Gio gewoon depressief. En hij doet wat alle depressieve mensen doen. Naar de kruidvat gaan om je mandje te vullen met Axe deodorant. Het is geen reclame, echt niet. Dit doet iedereen toch? Laat het me weten in de comments als jij ook, als je verdrietig bent, naar de kruidvat gaat om je winkelmandje te vullen met Axe deo. Ik doe het altijd. Wat ik ook heel weird vind is, zodra Gio weggaat, omdat hij nog een video moet opnemen, geeft hij het mandje aan zijn beste vriend en die wordt meteen belaagd door een manager. Zo knul. Ik heb niks gestolen. Oké, nou als je niks koopt dan wordt het teruggezet, hè. In het vak, keurig. Merkjes naar voren. Like, moet je nagaan. Als je in een winkel staat en je vult je mandje met iets. En de manager die gaat van... Ga je dat dan wel kopen? Als je niks gaat kopen, moet je het terugzetten, hè? Hij staat gewoon met een winkelmandje. Wat als hij het wel van plan was om te kopen? Echt de werelds slechtste manager, deze guy. En terwijl Gio zijn video opneemt, gaat het opeens regenen. Terwijl er een gat zit in het dak. Maar het stormt gewoon. Terwijl er nog een blauwe, heldere lucht is. En er wordt ook zo dramatisch over gedaan, alsof hij aan het sterven is. Het is maar regen. Regen! Stop! Wat?
Nadat Gio de volgende dag wakker wordt en de meest indrukwekkende worp ooit doet van de zijkant van zijn dak naar achter zijn huis, komt hij erachter dat Tamara gewoon randomly zijn achtertuin was ingelopen. Oh, hey. Want er moet natuurlijk nog wat romantische ontwikkeling zijn tussen hem en Tamara. Ze is niet 14. Tamara, die niet 14 is, heeft nog een baantje voor hem. Bij de praxis werken. Nu is het verhaal natuurlijk dat doordat hij werkt met Tamara, leert hij de manieren van een normale man. En weet hij hoe het is om te leven als een normale, skere jongeman. Dit is hoe hij van lui, rijk, verwend een ontwikkeling maakt. Oh boy. Dit is ook een moment waar we André ontmoeten. Dat is een soort van de schurk van de film. En het grappige aan André is dat hij verliefd is op Tamara. De film maakt dus de grap dat dit is waarom André goor is. Hij is verliefd op een meisje dat veel jonger is dan hem. Dat is ironisch. Daarnaast, Tamara's vader is de eigenaar van de winkel. Als ze last heeft van André, haar versierd en ongepast gedrag vertoont, dan meldt ze dat toch aan haar vader en dan is die ontslagen. Jij bent sneller toch? Hey, jij bent Gio toch? Ja. Wat doe jij in een bouwmarkt? Ik vind het grappig dat de film doet alsof de bouwmarkt de laatste plek is waar een influencer zal komen. Als je succesvol in het leven bent, dan ga je toch niet naar de bouwmarkt. De bouwmarkt is alleen waar nooddruftige mensen komen. André vertelt Gio dat hij alle spullen in het magazijn kan meenemen, waardoor hij ontslagen wordt. Wat moet arme Gio nu? Hij heeft geen Tamara die niet 14 is meer. Hij doet een poging tot zijn beste vriend te vermoorden en het boeit hem niet. Wat voor vriend ben jij nou eigenlijk? Wow, je wilde je laatste vriend ook nog van de trap afgooien? Het boeit me niet, Sammy. Het boeit me allemaal niet meer. Oh ja, ik heb het de hele video nog niet gehad over deze twee gasten. En dat komt eigenlijk omdat ze niks toevoegen aan de hele film. Sammy regelt deze bouwvakkers. En de hele joke is dus dat ze de hele film niks doen. Ze maken koffie, ze chillen in een jacuzzi. Ze doen helemaal niks. En wanneer Gio ze vertelt dat ze moeten werken... Pardon? Zeg je nou dat wij niet hard genoeg werken? Gaan ze boos weg. Ze voegen niks toe aan de film. Het enige wat ze hebben gedaan is Gio's auto accepteren als betaling. Daarom moest hij dus op de fiets, als je je dat afvroeg. Direct nadat Sammy en Gio ruzie hadden, komt Sammy weer terug in het huis en hij schrikt van Gio en zegt dit. Ik heb geen geld en ik vind je zus lekker. Dat was zijn schrikreactie. Dacht hij dat hij overvallen werd? Ik heb geen geld! Maar daarna zei hij, ik vind je zus lekker. Hij was ervan op de hoogte dat het Gio was die hem liet schrikken. Nou, aan de ene kant, Gio heeft hem wel proberen te vermoorden, dus ik snap wel waarom hij denkt dat Gio misschien zijn leven zou nemen voor geld. Ze komen in ieder geval om het briljante idee om een opruimfeest te maken. En een oproep te doen daarvoor via het internet. Zouden zijn ouders die oproep dan niet zien? Dat die oproep zo populair is dat zoveel mensen komen. Kijk hoeveel mensen komen, dat is hoeveel mensen er komen. Hun ouders zeiden eerder in de film dat hun vakantie lekker offline was. Echt lekker, even helemaal offline, heerlijk. Terwijl ze aan het videobellen waren via internet. En direct daarna zeiden ze... Maar je hebt al 3 dagen niks online gezet. Hey, je moet wel iets van je laten horen, anders gaan de kijkers rare dingen denken. Wat ze alleen zouden kunnen weten als ze op zijn YouTube-kanaal keken via het internet. Hoe kan je dat schrijven in de film en als schrijver niet zitten van... Ja, maar wacht. Dit klopt niet. Gio heeft in ieder geval nog maar 1 ding te doen. En dat is het goedmaken met Tamara, die niet 14 is. Alsjeblieft. Sorry, deze kast is dicht. Maar ik hoef alleen maar te pinnen. Laat maar. Neem er gewoon mee. Wat? Moet je nagaan als je bij een kassa staat die dicht aan het gaan is en de persoon zegt, neem maar gewoon mee. Haar vader zei eerder nog in de film dat... Jij bent mijn beste werknemer. En je dochter. Ze geeft spullen weg. Gio wordt ontslagen omdat hij spullen jat. Tamara geeft ze gewoon weg aan klanten. Je zou in ieder geval zeggen dat Tamara haar kassa dichtgooit en die man gratis spullen meegeeft omdat ze... niet Gio onder ogen wil zien. Ze wil hem vermijden. Dus vlucht ze naar een andere kassa. En Gio had spullen die hij moest betalen met de pinpas van zijn vriend Sam. Het is in ieder geval meteen weer goed tussen Gio en Tamara, die niet 14 is. Het ging heel snel. Voordat Gio uitlegt wat er is gebeurd, gaat ze al van... Oh, gekke Gio. En ze vertelt daarna trouwens casually dat André haar gestalkt heeft. Hij heeft me gisteren de hele dag lopen stalken. Waarom vertelt ze dit niet aan haar vader? Het is bizar. Hoe werkt deze man nog in de praxis? Anyway, ze luisteren André erin en hij wordt ontslagen. Misschien laat ik het wel aan papa horen. Of misschien ook niet.
En het enige dat jij daaraan kan doen, is dat je mij nooit, maar dan ook nooit meer irriteert. Ze dreigen alleen met de audio laten horen. Waarom zouden ze er alleen mee dreigen? Waarom zegt ze niet meteen, hier, we hebben je betrapt, nu ben je ontslagen, wegwezen. Ik moet je wat laten zien. Nog geen 5 minuten later in de film laat Tamara direct zien aan haar vader. Waarom was er dan een hele scène dat ze hem ging bedreigen met het laten horen aan haar vader? Waarom bestaat die scène? Als ze het gaat laten horen, gegarandeerd. En nu komt er in ieder geval ook Tamara, die niet 14 is, haar vader. Gesponsord door Bison. En die komt ook helpen met zijn klusmannen. Gio komt er trouwens ook nog achter dat zijn ouders niet over 2 dagen terugkomen, maar over 4 uur. Gio heeft tot nu toe in deze film best wel een goed besef gehad van welke dag het was. Dus hoe zijn ouders opeens over 4 uur al thuis zijn, is heel raar. Ik wist het. Gio kan tijdreizen. Omdat hij in het begin van de film terug in de tijd is gegaan om op tijd bij zijn ouders te zijn, werd de tijd nu juist vooruitgezet om hem een les te leren. Dat is het. Iedereen fixt in ieder geval alles op tijd. En Gio maakt zelfs een vlog waarvan hij zelf zegt dat hij die nooit online kan gooien. Dus waarom dit in de film zit, ik heb geen idee. Alles komt goed. Het huis is weer in orde. De kat blijkt te leven en niet opgegeten te zijn door linktijger. En ik vind het einde niet verdiend. Gio's personage is niet gegroeid op wat voor de manier dan ook. In het begin van de film zie je dat alles misgaat omdat Gio verwend en beroemd is. En aan het einde van de film lost hij al zijn problemen op omdat hij verwend en beroemd is. Wat is nou de les die Gio heeft geleerd? Niks. Maar misschien was deze les van de film wel: het huis van je ouders opblazen is oké, zolang je zo cool en beroemd bent als Gio. Wacht, dat kan niet kloppen. Misschien was de les: het is oké om niks te kunnen, zolang je rijk en beroemd bent. Ik denk dat deze film precies goed is voor de doelgroep waarvoor die is gemaakt. Nee, niet voor kinderen. Voor kijkers van Gio. Voor de mensen die flauw vallen van het zicht van Gio. Want dan hoeven ze de rest van de film niet te zien, want ze zijn flauw gevallen. Nee. Mensen die oprecht fan zijn van Gio vinden het waarschijnlijk een leuke film, puur omdat Gio erin zit. Als gewoon een kinderfilm voor kinderen, kan je denk ik beter gaan voor de film van Dylan Hages. Oh, wacht. Voor ik het vergeet. Op het einde is er nog een teaser voor Project Gio 2? Sammy? Gio? Heb jij de komende tijd wat te doen en heb je een geldig paspoort? Ja, hoezo? Dat leg ik onderweg wel uit. Oh, vet! Mocht die film ooit uitkomen, laat me weten of jullie willen dat ik daarnaar kijk. Sowieso, deze video maken was heel pijnlijk voor me. Laat mij weten welke slechte Nederlandse films ik moet zien. Mocht het nou van een YouTuber zijn of niet. En dan zie ik jullie, niet letterlijk, in de volgende video. Doei!